De avondvierdaagse kennen we vooral van scholen. Maar sinds dit jaar wordt het ook georganiseerd voor de senioren. Ze lopen 4 dagen over deze mooie verlichte galerijen. En vanavond loop ik met ze mee. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. U heeft wel de wandel erin, hè? Ja, ik kan wel aardig lopen, ja. Ja, het gaat hartstikke snel. Ja, ja zeker, ja. Ik vind het ook heel leuk. Ja, want wat is er nou zo leuk aan deze 4 dagen? Ah, het is gewoon de gezelligheid. Ik vind het gewoon heel gezellig met z'n allen. Ja. En, ja, ik vind het geweldig. Ik vind het een heel leuk initiatief. Nou, voordat ik het wist, had ik je ding aan. Ja. En nou, laat er eentje maar gek doen. Ik bedoel, iemand heeft je aangekleed. Iemand heeft me aangekleed. Ja. Had je bij... Mieke, je aangekleed. Had je bij willen zijn, hè? Ja. Ja. Ja, nee. Kijk, daar komen nog meer paar lieve meiden aan. Ja, want je moet er gewoon... Ja? Ik mag er niet mee weg. U mag er niet mee weg? Nee, ik moet er overal op mijn kop wachten. Wat bedoelt ze daarmee? He? Nou, wat ik wil wel een keer een avondje uit, maar dat lukt niet meer. Met de dames? Ja, met de dames, ja. Maar dat lukt niet meer. Waarom niet? Nou, ze willen niet. Ah, nee. Ze hebben geen zin meer. Oh, en u nog wel? Ik ben nog vurig. U bent echt nog lekker jong van binnen. Van binnen wel, joh. Ja. Maar niet van buiten. Nee, dan loopt u achter de gelaat, hoor. Ja, ja, ja. Wordt er geroepen? Ja, hoppie. Ja, oh. Ik kom. Oh, ze wacht op je. Ja, ja we gaan. Oh, we moeten weer gauw door. Is het tempo je niet, hoor? Heb je een vogeltje gehoord? Moet je even mee? Ja, ik loop met u mee. Oh. Wat heeft ze hier dan? U woont hier? Ik woon hier. Dit is mijn vogeltje. Oh. Zie je? Je gaat zien als je langs loopt. Ik was iemand langs hier. Nee, ik belde dan aan. Ja, ik heb ook een hele leuke hoek hier. Zo. U net om de muur. Een hele leuke hoek. Kom eens kijken. Mijn vogeltjes op mijn kerstboom. Ja, ik loop met hem mee. Laat zien. Ja, oh, de gasten. Oh, wauw. Oh, even laten zien. Leuk, hè? Wat een mooie hoek. Hij heet Joris. Wie is Joris? Dit is Joris. Oh, en waarom heet hij Joris? Joris, die heb ik hem zo genoemd. En toen heb ik al die meiden een sms'je gestuurd. Een appie eigenlijk. Uh-huh. En toen heb ik gezegd, we hebben een nieuwe inwoner. Hij heet Joris. Hij heeft een vaste woon- en verblijfplaats gekregen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Nou. Aangenaam. In de zomer hebben we een 4-daags echt buiten gehad. Hè, om het gebouw heen. En dan kon iedereen meelopen. En nu dacht ik, ja, wat doe je als het winter is? Hè? Dan moet je er eigenlijk ook een beetje blijven lopen. Uh-huh. En vandaar deze binnenloop. En ik ben zeer verrast over de hoeveelheid mensen die er meegedaan hebben. En dat iedereen het zo leuk vindt om even naar buiten toe te gaan. Of althans de galerij op. En mensen praten weer wat. En die denken, oh ja, jij woont hier. En nou ja, dat maakt het tot een succes. En nu zit u dit ook wel eens thuis te doen? Ik meestal. Gewoon lekker voor de tv? Ik heb versleten gewrichten, dus ik moet ze bewegen. Ik vind het wel een tip voor thuis gewoon. Je moet bezig blijven. Wie niet bezig is, gaat dood. Ja? Blijf het allemaal lekker doen. Zolang het kan. Dan gaan we nu lekker een bakje chocolademelk halen. Ja, en ervan genieten. Ik wil alleen maar die rum. De rum. Gaan we lekker een glaasje rum drinken. Het moet niet te heet gedronken worden. Nee, dan verdampt de alcohol weer. Zo is het. En dat zou zonde zijn als de alcohol verbrandt. Alsjeblieft. Nou, heerlijk. Proost. Tot nog hele fijne feestdagen. En hele gezellige dagen. Ja.